Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Vandaag niet stapelen, treinhuisjes. Bij het opruimen kwam ik deze tegen. Het zijn mijn oude treinhuisjes. De treinhuisjes die ik had op mijn oude baan bij mijn ouders op zolder. Dat bestond uit oude kastpaneeldeuren delen. Deel hiervan is van mezelf. Een deel hiervan heb ik gekregen. En om te beginnen, deze. Ik kan hiervan met zekerheid zeggen dat ik die zelf gelijmd heb. Aangezien hier wat los zit en hier wat ontbreekt, dat hier aan de binnenkant zit. Deze moet gewoon een keer helemaal uit elkaar weer opnieuw in elkaar gezet worden. Deze zie je wel eens op de achtergrond staan. Dat is heel lang mijn station geweest dat ik gebruikte om Duits station. Volgens mij bestaat het niet eens. Maar het stond leuk. En met de grote doos komt ook dit station indelen. Ik vind het een mooi klassiek station. Goed gelijmd. Niet door mezelf gedaan dus. Station Baden-Baden. Past goed bij oude stoomtreinen, vind ik. Hoewel misschien een ICE hier ook niet zou misstaan. Deze lantaarnpaal mist wat. Maar goed, ja, ze komen dus uit een oude doos. Ik denk dat je deze de komende tijd wat vaker op de achtergrond kunt zien staan. Nog een station waarvan ik geen idee heb waar het vandaan komt. Ik vind het tenminste uitzien als een station. Een beetje een Amerikaans-achtig station. Maar het komt in vele delen. Dus geen idee. Ik weet ook niet wat ik daar nog mee ga doen. Oude Lima overweg, denk ik. Ja, Lima. Die had ik niet zelf. Deze ook niet, maar er hoort nog meer bij. Wat ik wel zelf had was Alpenhuisjes. Zeelandse huisjes, denk ik. Made in Western Germany. Het geeft een beetje de leeftijd aan. Deze was ook niet van mij, denk ik. Een mooi Alpenhuisje. Deze wel. Of ook niet. Ik vind hem wel mooi in ieder geval. En een beetje een jaren 50 Amerikaanse stijl. Geen merk op de onderkant. Klassieke Alpenkerkje. Geen idee waar die vandaan komt. En dit is een kloon. Alleen dan een andere kleur. Maar die zocht ik. Eens kijken, hoe zit het ook alweer? Deze had ik als kind graag willen hebben. Had ik niet. Ik weet wel dat als ik hem had gehad, had ik geprobeerd met wat motoren. Een hele. Oh, zo. Dit hele mechanisme hier elektrisch te maken. Dus het idee was dat je trein aan kon rijden. Ja, of hier ergens. En dat je hem op kon pikken met deze oppikker. Zo. Nou, Lima kwaliteit, ja. En daarna kon overbrengen naar een vrachtwagen.
Nou, hier een motor op plaatsen en zo schroef als het gaat. Dat gaat natuurlijk niet. Want dit is. Dit moet Lima zijn. Ja, Lima. Het is er niet op gemaakt. Al mijn huisjes hadden vroeger ledlampjes. Vanuit onder de tafel, er is ledlampjes, fietslampjes eronderin zitten. Gewoon op de wisselstroomaansluiting van mijn transformator met wat schakelaartjes. Dus veel van mijn huisjes hebben ook daarom overal gordijntjes aan de binnenkant. En waar ze er niet waren, heb ik zelf geknipt en erin gedaan. Want anders had je ontzettend veel lichtvervuiling. Die is zo'n felle lamp. En zo werd het een beetje gedimd. Alleen ja, overdag zag het er niet uit, want niemand was thuis, alle gordijnen waren dicht. En dit vond ik altijd een leuke. Hier kon de garagedeur van open. Ik kon er een auto in zetten. En qua stijl past die bij deze. Waarom nou te zeggen dat er sprake was van een stijl op mijn treinbaan? Dit is ook Amerikaans, denk ik. Deze heb ik zeker weten zelf gelijmd. Overal lijmresten. Alles zit schots en scheef. Ik bedoel, daar zit je een vierkant in te herkennen. Ja, dit ziet er wel lans uit. Een seinhuisje. Dakken zie je er vanaf, overal lijmresten. Patatjes frietjes. Geen idee. Hoogveld had ik wel zelf. Ik vond het jammer dat deze garagedeuren niet open konden, ondanks dat ik er altijd aan probeer te doen. En hier wilde ik ook natuurlijk dit motortje inzetten. Nou, nog één. Oude boerderij, Pola, Made in Western Germany, 7,5 gulden mogelijk zelfs. Best redelijk gelijmd. Zeker niet door mij gedaan. En als laatste. Ik weet niet waar deze vandaan komt. Maar ziet er ook leuk uit. Groot. Ik heb deze bewaard. Deze bewaard om iets mee te gaan doen. Ik zou ze toch niet op deze baan kunnen plaatsen. Maar het ziet er wel gezellig uit. Dus ik denk dat ik ze misschien wel her en der neer ga zetten. Het is allemaal spullen uit de jaren, eind jaren 80, halverwege jaren 90. Enkele zijn van de jaren 70. Ik denk dat het voor velen een feest van herkenning zal zijn, al deze dingetjes. En ik vond het ook leuk deze doos weer te vinden. En dat krijg je met opruimen. Ik hoop dat jullie deze ook leuk vinden. Misschien herken je er wat van die je zelf hebt. Laat commentaar achter en like en subscribe. En tot een volgende keer.